Divi 101: menustructuur bepalen. In deze video leggen we je uit hoe je de menustructuur voor een Divi website kunt bepalen. Je menustructuur is een essentieel onderdeel van je digitale strategie. Een goede structuur is een must voor een goede gebruikerservaring, conversieverhoging en een optimale vindbaarheid in zoekmachines zoals Google. Volg de stappen in de video. Download het menustructuur sjabloon. Dit is een spreadsheet. Ga naar download. Doubleweb.nl menu Open de spreadsheet in een verwerkingsprogramma zoals Microsoft Excel, Google Spreadsheets of Apple Numbers. Je ziet dat de spreadsheet is opgedeeld in twee delen: 1. Het primaire menu, oftewel het hoofdmenu. Hierin staan je belangrijkste producten of diensten en andere pagina's die direct bijdragen aan conversie. Het secundaire menu, oftewel het informatieve menu. Hierin staan pagina's die voor een bezoeker niet direct relevant zijn. In dit voorbeeld gaan we een menustructuur voor een schildersbedrijf opzetten. Maak een lijst met alle items of onderwerpen die je op de website wilt hebben. Bepaal welke items je in het primaire menu wilt plaatsen. In dit voorbeeld plaatsen we schilderwerken binnen en buiten, sauswerk, decoratief schilderwerk, behangwerk, glasvlieswandafwerking, particulieren, zakelijk, nieuwbouw, VVE. Over ons en contact in het hoofdmenu. Groepeer de pagina's per product, dienstaanbod, klantvragen en doelgroep. Op deze manier bouw je de menustructuur op aan de hand van een boomstructuur en krijg je een duidelijke hiërarchie. En onthoud, hoe hoger in de boom, des te belangrijker de pagina is. In dit voorbeeld kiezen we ervoor om schilderwerken binnen en buiten, sauswerk en decoratief schilderwerk te groeperen onder schilderwerken. Behangwerk en glasvlieswandafwerking groeperen we onder wandafwerking. Particuliere, zakelijk, nieuwbouw en VVE zetten we onder wij werken voor. Plaats de overige pagina's in het secundaire menu. In dit voorbeeld plaatsen we privacy en cookies, algemene voorwaarden en lid van onderhoud NL in het informatieve menu. Het menu is klaar. Wat nu? Wil je weten hoe je de pagina's en de menustructuur aan je Divi-website toevoegt? Bekijk dan de video Divi 101 Nieuwe pagina's toevoegen van deze reeks. Laat een aantal vrienden, kennissen of goede klanten je menu als eerste testen. Het kan voorkomen dat je menustructuur niet in één keer perfect is, maar in WordPress kun je de menustructuur altijd gemakkelijk aanpassen. Nog een aantal tips. Beperk voor informatieve websites het aantal hoofdmenu-niveaus tot drie. Beperk het aantal zichtbare hoofdmenu-items tot 7. Ons korte termijngeheugen kan namelijk niet meer verwerken. Je kunt Home opnemen in het hoofdmenu, maar dat hoeft niet. In Divi zit standaard onder het logo een link naar de Homepagina. Bedankt voor het kijken. Wil je meer weten? Bekijk dan de andere afleveringen in deze Divi 101-reeks. Veel brainstormplezier namens Team Double Web, www Doubleweb, www.doubleweb.nl.